En voordat ik de namen oplees die gewonnen hebben, denk ik dat ik kan zeggen dat het in elke groep ontzettend spannend is geweest. Tot vanavond waren de winnaars nog niet bekend. We hebben ook heel veel gedeelde prijzen. Dus wat dat betreft is het ook zeer spannend geweest. En zo ook in groep C. Wij hebben per groep drie prijzen. Drie bekertjes. En wanneer er gelijk geëindigd wordt, worden de geldprijzen gedeeld. Op een gedeelde derde, vierde, vijfde plaats zijn geworden drie personen. Op de vijfde plaats Jan Timmerman met 4,5 punten. Jan, van harte gefeliciteerd. We hebben een klein bedragje nog. Dankjewel. Op de vierde plaats met evenveel punten, ook 4,5 punt, is geëindigd Robert Broertjes. Robert, van harte gefeliciteerd. Staat het goed op de foto, Tom? Ja, ze moeten deze kant op kijken. Ze moeten foto ook. Ja, allemaal deze kant op kijken. Smile. Ja. Helemaal goed. Op de derde plaats, ook met 4,5 punt, Herman den Uyl. Herman, van harte gefeliciteerd. Ja, oh. We moeten even nog de handen schudden, kennelijk. Ik heb weer zo'n vraag. Als je niet komt, dan jullie ooit. Zo houden? Zo houden. Ja. Maar nu. En een klein bekertje. Op de gedeeld eerste en tweede prijs. Het was ontzettend, op tweede plaats moet ik zeggen. Het was ontzettend spannend. Beide zijn geëindigd op 6 punten. Dan ga je natuurlijk kijken naar dit. En op basis van die weerstandspunten is Afshin tweede geworden. Hey. Ja. En Afshin heeft eigenlijk het hele toernooi bovenaan gestaan, maar is vandaag is er iemand naast hem gekomen en dus ook op weerstandspunten net voorbij gegaan. En dat is Rudolf Rijnveld als winnaar van het C.